Hallo allemaal, vandaag is het internationale pastadag. Pastadag. Pasta, ja, pasta is heel veel verschillende soorten. Maar laten we eens pasta gaan tekenen. Dat is zo eenvoudig, denk ik. We hebben al eens een keer spaghetti getekend. Ik weet niet of je dat nog weet. Ergens begin van het jaar geweest. Laten we eens pasta gaan tekenen. Teken je weer mee? Pasta. Ja, nou ja, pasta heb je in allerlei verschillende soorten natuurlijk. Je hebt van die pijpjes zo, zeg maar. Zo. En vaak hebben die dan ook nog een ribbeltje. Nou ja, niet altijd. Maar soms wel. Dan hebben ze zo nog gewoon van die lijntjes zo. Die ribbeltjes erin zo. Nou, dit is natuurlijk de binnenkant. Dus die is... Dat is hol, hè. Zo'n hol pijpje, zeg maar. Je hebt een soort wokkels. Ik weet niet hoe je dat het beste kan tekenen. Ik denk zo. Zoiets. Ja. Hoe teken je zoiets? Zo. Ik denk dat het een beetje zo uitziet. Zo'n beetje een wokkelschipje. Ook nog wat schaduw aangeven zo. Nou, een wokkeltje. Je hebt elleboogjes natuurlijk. Waarom ze elleboogjes noemen? Ja, omdat je een beetje een elleboogje erin ziet. Hè. Zo. Zijn ook weer hol van binnen. We hebben ook nog vlindertjes. Even kijken hoor. Zo. Zo. En die zijn dan zo'n beetje. Zoiets. Zo ziet dat er een beetje uit, zo'n vlindertje. Dat noemen ze dan vlinders. Eigenlijk is het natuurlijk gewoon een plat strookje wat aan twee kanten gekarteld is, wat ze in naar binnen samen hebben geknepen. Goed, maar laten we nou eens een bord pasta maken. Pak ik een beetje, gaan we weer een beetje terug van het bord van boerenkool toe straks. Of wat we gisteren hebben getekend. Gisteren was het gisteren? Ja, we gisteren hebben boerenkool getekend. Hè. Weer een diep bord. Zo. En dan laten we daar eens dan die wokkeltjes in tekenen bijvoorbeeld. Even kijken, hoe ziet dat er dan zo uit? Zo. Zo'n wokkelpasta. Zo. Stukjes tomaat. Echt zo'n stukje paprika erin. Het is wel weer moeilijk om dit weer te geven met in zwart-wit natuurlijk. Die wokkels zo. Wokkelpasta. Er zit natuurlijk ook nog wat kaas willen we erop. Ik weet niet of we dat zo een beetje kunnen weergeven. Geraspte kaas, de sliertjes. En moeten we hier ook natuurlijk wel wat schaduw hier en daar aanbrengen. Anders krijg je niet het effect van, hé, dit is een lekker bord pasta. Ja, zie je, het krijgt zo al wel weer wat... Ziet er alweer wat meer uit als een bord met pasta. Nou, een lepel erbij. Pasta kan je best met een lepel eten of een vork. En ook, ja, je kan het koud, maar je kan ook warm pasta eten natuurlijk. Je kan koud pasta salade maken. Maar warm is pasta ook best lekker.
Goed, er kan ook nog saus overheen, hè, pasta saus. Je kan met pasta natuurlijk ook curry's in combinatie met een curry eten. Oosterse pasta's kan je maken. Italiaanse pasta's. Ja, je kan ontzettend, of tenminste ontzettend goed variëren met pasta. En ja, in de Nederlandse keuken wordt echt heel veel pasta gegeten, zeg maar. Omdat het, mensen hebben gemerkt van dat het best wel veelzijdig is, pasta. Nou, je kan ook nog kiezen, dus volkoren pasta of witte pasta. Pasta op basis van rijst. Noem maar op. Dingen te over. Je hebt pasta's, je hebt noedels. En het is eigenlijk allemaal pasta. Goed, ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.